We hebben elkaar leren kennen vorige zomer in een, op een boerderij in Nederland bij een stage met allemaal muzikanten. En daar hebben we gewoon beginnen samenspelen, omdat dat was de bedoeling van die stage. En daar zijn we gewoon begonnen met improvisatie, pure improvisatie. Elke keer als we samenspeelden, deden we niets anders dan gewoon improviseren en niks voorbereid. En dan vonden we dat heel tof om samen te spelen op die boerderij. En daarna, als die stage gedaan was, heb ik direct Soed en Joran gemaild om te vragen of dat we dat niet konden blijven doen. En dat hebben ze hebben we direct gedaan dan. En dan zijn we beginnen stukken schrijven. En toen kwam Soed met het idee om mee te doen aan Imagine. Maar we waren eigenlijk helemaal niet zeker daarover, omdat het is een zeer commerciële wedstrijd en we wisten totaal niet hoe dat jazzmuziek daar geapprecieerd zou worden. Maar uiteindelijk is dat dus toch allemaal goed verlopen en we zitten toch maar hier. Het is ons uiteindelijk toch gelukt. Eigenlijk dankzij Imagine zijn wij eigenlijk meer bij elkaar geweest om te repeteren en te oefenen. We hebben toffe nummers geschreven. We hebben dan ook vandaag een nummer opgenomen. Dus eigenlijk een demo gemaakt in de studio hier. En dat was heel tof, want de eerste track was meteen erop, was boom erop. Dus we waren alle drie wel zeer tevreden. En, het was een leuke ervaring allemaal. Ja, en vanavond hebben we een soort van een warm-up gedaan. Nu zijn we eigenlijk, vanavond zijn we gewoon back to the roots gegaan. We hebben gewoon geïmproviseerd op scène, 10 minuten lang. En dat is goed gelukt. Dat was wel goed. het was interessant en het was ook een jam sessie vanavond. Dat is speciaal. en morgen de grote finale. We zien het zitten. We zijn er allemaal klaar voor. En je kunt allemaal live kijken op imaginefestival.net. Livestream. Tot morgen!